Nou, goedenavond allemaal, ook voor de mensen die weer online kijken. We gaan het zo hebben over de 7e brief aan de gemeente Laodicea in Openbaringen. En ik zit hier dus met Dorothea en Maria en ik ga aan Maria vragen of zij het stukje wil voorlezen. Ja, dit is de 7e brief aan Laodicea. Dit staat in Openbaringen 3, vers 14, begin ik. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwende en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet? Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig bent. Beklanswaardig arm, blind en naakt. Ik raad u dan ook aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt en zalf uw ogen niet en zalf uw ogen met ogen zalf opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ja, dankjewel. Dorothea, wat denk je hiervan, van deze brief, als je dit zo hoort? Het is een ernstige waarschuwing van God. Dat Jezus daar zegt van, waart gij maar koud of heet. Kijk, koud wil zeggen vijanden. Koud, we willen niks met Christus te maken hebben. Heet, dan sta je in een vuur en vlam voor Jezus. Maar lauw, ja, dat is vies lauw. Dat, proef zelf maar als je iets lauws in je mond hebt, dat dat niet fijn is. Maar God wil daarmee ook zeggen van, dat zijn eigenlijk mensen die denken van, ik ben er wel en het zit met mij wel goed en ik hoef er verder niks meer voor te doen, maar zo werkt het niet. Want je moet gewoon altijd blijven werken aan je bekering. Je moet in het woord blijven. Dat is juist nu ook zo belangrijk. En ja, en ook aan iemands houding kan je ook zien. Kijk, als jij geen liefde hebt voor anderen, dan is de vraag van hoeveel geef jij om God? Ik denk dat daar wel zo ongeveer wel mee bedoeld wordt. Ja, ja. Maria, had jij nog iets? Het is gewoon inderdaad een waarschuwing van dat God het eigenlijk verafschuwt, deze mensen. Van, hij spuugt ze ook uit. Die mensen die zijn gewoon zo verblind door misschien religie. Van één keer gered, voor altijd gered, zeg maar zo. Dat is hun gedachtegang. Er staat ook, hè, van zalf uw ogen weer met ogen zalf, zodat u weer kunt zien. Want die mensen zijn gewoon blind geworden. Ze kunnen het woord wel lezen, maar het is niet levend voor ze. Omdat ze de Heilige Geest niet hebben. Dus, Ja, het zijn eigenlijk ook mensen die eigenlijk hoogmoedig zijn en
denk ik ook. En die ook denken dat ze van zichzelf denken dat ze goed zijn en rechtvaardig. Maar daarvan zegt God, gij weet niet dat gij zijt de ellendige, jammerlijke, arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in vuur gelouterd is. Kijk, dat is echt een oproep van Jezus. Van, je hebt hem nodig. Koop een schat in de hemel. En dat is Jezus. Die voor jouw zonde gestorven is. Die, ja. En ook dat hij zegt van over je naaktheid. Dat die niet zichtbaar worden. Ja, daarmee bedoelt God ook ja, dat je niet een brandende liefde voor de Heer hebt. En dat je hem gewoon nodig hebt. Ja. Ja, het heeft ook met je zonde te maken. Hè? Dat je zonde niet zichtbaar worden. Kijk, Jezus is gekomen om voor jouw zonde te sterven. Mm-hmm. Zijn volmaakte offer heeft gegeven. Dat is dat witte kleed waarmee je dan bekleed wordt. Ja. Dus laat je bedekken door het bloed van Jezus. Zo ben je niet meer naakt voor God. Ja, dus ik denk ook voor de mensen die dit kijken. Ik zou ook voornamelijk bij jezelf nagaan van op wat voor punt sta ik, van hoe is mijn relatie nu tot de Heer, ben ik tevreden of ben ik nog vurig voor de Heer, en als dat antwoord nee is, of dat je misschien niet meer zoveel naar de kerk gaat of niet meer zoveel de Bijbel leest, wat dan ook, dat je dan toch je eigenlijk weer een soort van opnieuw moet bekeren. En weer, ja, weer vurig wordt voor de Heer, zodat je hem weer wil dienen en dat je weer warm wordt. Want zoals je hoort is het natuurlijk best wel een heftig woord voor degene die zich hier niet aan houden. Dus die hieronder vallen als lauwe christen. Ik bedoel, van, als hij ook zegt van, was je maar koud, dan heeft hij nog liever dat je koud bent dan dat je lauw bent. En dat is wel vrij heftig als je dat zegt. Dat betekent dat je wel kan geloven, maar omdat je niet vurig bent, dat God je eigenlijk nog minder waardig vindt dan als je koud bent. Dus ja, ik denk dat het ook goed is voor de mensen om dus bij jezelf langs te gaan en weer vurig te worden. Ik denk dat het eigenlijk ook een soort van oproep is die God eigenlijk aan de mensen vraagt van, word weer vurig voor mij, getuig weer van mij. En volg mijn geboden op. Dat Jezus weer echt door jou heen kan werken. Zodat je weer kan bijdragen aan het koninkrijk van God. En wat wil je zeggen door het teken? Ja, en ook dat je je verootmoedigt voor de Heere. Dat je Gods genade nodig hebt. Dat je alleen maar door zijn genade gered kan worden. En dat hij je ook verlost van je geestelijke verblindheid. Ja. Dat bedoelt God ook met die ogenzalf. Dat je daarmee je oogleden weer moet bestrijken. Ja, ja. En het is natuurlijk niet een aanval op je zijn. En deze brief is ook niet per se gericht op mensen te oordelen. Maar het is omdat Jezus van hun houdt dat hij deze brief stuurt aan deze gemeente, omdat hij zoveel van hen houdt dat hij graag wil dat mensen weer doen zoals hij ja, wat hij graag wil, wat hij graag wil zien, wat hij belangrijk vindt. Zij wil hem graag weer terechtwijzen om het juiste spoor eigenlijk weer opkrijgen. Ja, en ook dat hij zegt van, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ja, van Christus klopt aan de hart van je deur, doe open. En ja, luister naar mij, en zodat ik bekeer je. En ja, als ik bij je mag binnenkomen, dan zal ik de maaltijd met je houden. En ik met jou. En
daar worden denk ik ook mee bedoeld, dan deel je ook in zijn vrede en in zijn vreugde. Ja. En ja, dat is alleen maar heel fijn. Dat. En over die laatste tekst, dat is eigenlijk ook wel weer aan de ene kant een bemoediging. Kijk, want dan zegt hij van, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en ik gezeten ben op de troon bij mijn vader. Kijk, juist voor lauwe mensen heeft God een hele mooie belofte. Als zij hun zonde overwinnen, dan zullen ze als met Christus mogen heersen als koningen. Maar het kost wel strijd, want je moet wel echt de zonde overwinnen. Want Jezus heeft het ook heel veel gekost om de zonde te overwinnen toen hij hier was op aarde. Hij kwam ook niet zomaar op die troon te zitten. En ja, het spreekwoord zegt ook, zonder strijd geen overwinning. Zonder strijd ook geen kroon. Dus je moet wel echt strijden en vechten om die kroon te krijgen. Je moet echt je echt bekeren van dat kwaad. En je moet echt je toekeren naar Christus en in zijn wegen wandelen. En dan word je beloond door de Heer. Anders dan kom je er niet. Ja, ja, dus ik denk ook voor de mensen die zich misschien afvragen van wat kan ik dus zelf doen, is dus wat Dorothee ook mooi zegt, je ook bekeren en je weer openstellen voor de Heilige Geest. Dus ik zou de mensen ook aanraden die zich hier misschien onder aangesproken voelen, om weer te gaan bidden en bidden voor het vuur van de Geest. En dit hoeft natuurlijk niet alleen voor specifiek voor een persoon te zijn, maar dit kan ook zijn voor de mensen die in een bepaalde gemeente zitten waarmee ze het idee hebben dat er misschien de Heilige Geest of het vuur ontbreekt. Dus dat je voor je eigen gemeente gaat bidden om weer dat vurig te worden, dat de anderen ook weer vurig worden. Dus misschien zit het bij jezelf wel goed, maar heb je het idee dat misschien bij anderen dit wel, dat dit misschien wat minder is geworden ten opzichte van wat het eerst was. Dus het is ook belangrijk om voor elkaar te blijven bidden, zodat wij vurig blijven met z'n allen. Zodat wij met z'n allen kunnen wij meer werk verzetten voor Gods Koninkrijk. Dus daar wil ik jullie graag mee bemoedigen. Ik denk dat we eigenlijk alles wel goed samengevat hebben en behandeld hebben. Dus ik wil jullie graag bedanken voor jullie aandacht. En ik wil je nog een fijne avond of dag wensen.